Kenneth Schuurmans, 1-2 gewonnen hier bij Union. Eerste keer dat je hier speelde, hè? Ja, was de eerste keer dat ik hier kwam. Vorig jaar speelden ze op Den IJssel. Dus, maar ik denk wel dat, dat het voor de supporters en zo en voor de sfeer ten goede komt hier in dit stadion. Je zei het al, de sfeer, dat zat er al duidelijk bij het begin van de wedstrijd in. Hè. De supporters hadden ze achter zich en ze wouden blijkbaar snel scoren. Hè. Ze hadden de drang naar voren. Ja, ze begonnen eigenlijk gewoon met de aftrap en die bal gewoon buiten trappen om ons direct onder druk te zetten. Dus we wisten direct dat het moeilijk ging worden. Maar ik denk dat we in het begin met die vroege goal wel goed beginnen. Maar daarna totaal niet in het spel kwamen en de tweede ballen niet oppikten. En, ja, zeker de tweede helft nog, na de 1-1, dan zijn we een paar keer goed weggekomen. Maar op het einde toch nog die goal, dus dat is positief. Ja, een wedstrijd duurt 90 minuten en dat hebben jullie bewezen. Ja, voor mij mag het soms wat vroeger beslist zijn, maar dit is ook mooi. Zolang we winnen, vind ik het niet erg. Je kwam, zoals dat gewoonlijk gebeurt, mee naar voren. En dan scoor je heel dikwijls met je hoofd en nu was het met je voet, hè? Ja, ik denk dat die bal in de tweede zone valt en Koen wat hem terugkomt. Ja, ik gooi me eigenlijk gewoon naartoe voor die bal te raken, te veren. Ik heb niet gezien hoe hem binnen gaat, dus ik moet straks nog eens bekijken. Dit was een wedstrijd, als jullie die zouden winnen, vooraf wisten jullie dat, dan kwamen jullie mee voorin met Lommel en met nog een club. Maar dan kwamen jullie mee voorin. Wisten jullie dat? Winst zou een gouden zaak zijn. Natuurlijk, ja, ik denk dat de andere drie wedstrijden op een gelijk spel geëindigd waren. Dus we wisten als we winnen dat we zo'n goede zaak konden doen. Maar er zijn pas 2 matchen gespeeld, dus de weg is nog lang. Maar het is goed dat we eigenlijk een wedstrijd winnen waar we eigenlijk heel slecht spelen. Maar die toch naar het zoeken trekken op het einde. Proficiat daarmee en dan nu op naar Beerschot en volgende week. Die hebben maar 2 op 6, jullie 4. Dus weer al winnen volgende zondag. Ja, we spelen thuis, dus we moeten vol voor die 3 punten gaan.